Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien op deze satellietfoto een band met bewolking liggen over ons land. En die hoort bij een storing die geleidelijk aan richting het oosten en noordoosten aan het wegtrekken is. Dat zien we ook op de animatie al gebeuren. In Zeeland, later op de ochtend en begin van de middag, brak al lokaal de zon door. En als we naar de radarbeelden gaan kijken, dan zien we dat de neerslag die vanochtend nog over een groot deel van het land ligt inmiddels aan het wegtrekken is. In het zuiden en zuidwesten van het land is het al. Overal droog en later vanmiddag, en zeker vanavond, wordt het ook uiteindelijk in het oosten en het noordoosten van het land droog. Het plaatje voor vanavond ziet er dan zo uit: We hebben te maken met opklaringen, een paar wolkenvelden, en zeker in het binnenland, waar dan niet al te veel wind meer staat, kan wat nevel ontstaan. Er blijft ook nog wel een enkele bui mogelijk. Ook vannacht hebben we een enkele bui, dan met name in de westelijke kustprovincies. In het binnenland blijft het droog, zijn er een paar opklaringen en daar koelt het af naar zo'n 3 of 2 graden. En er kan ook weer wat nevel ontstaan. Morgen overdag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en af en toe ook wat zon. Verder valt er verspreid over het land een bui. In de ochtend is dat met name in de westelijke helft, in de middag wat meer in het oosten van het land. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5 en waait uit het zuidwesten. Kijken we dan nog naar de dagen daarna, de tweede helft van het weekend. Op de zondag hebben we ook perioden met zon, maar ook een enkele bui. Bij een matige aan zeevrij krachtige westelijke wind, tot aan een graad of 11. Maandag en dinsdag hebben we ook een middagtemperatuur rond een graad of 11. Maar dan is er iets vaker zon, maar een enkele bui blijft nog steeds wel mogelijk. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.